Tijdvak 8 is de tijd van de ismes. Politiek-maatschappelijke stromingen die opkomen zoals het liberalisme, het nationalisme, het socialisme, het confessionalisme en het feminisme. Nou, dit zijn politieke stromingen die opkomen voor verschillende sociale klassen. En in deze video gaan we niet zozeer kijken naar wat die stromingen inhouden, dat doe ik in aparte video's, anders wordt deze namelijk veel te lang. In deze video gaan we eens even kijken naar wat er eigenlijk met Europa gebeurt na afloop van de tijd van de Franse Revolutie en Napoleon. En hoe zo'n industriële samenleving ook de politiek en de maatschappij beïnvloedt. Maar we gaan dus eerst weer even terug naar die Franse Revolutie. Tijdens die Franse Revolutie werd op basis van die verlichtingsideeën de macht van de koning beperkt ten gunste van de invloed van het volk. Na afloop van die Franse Revolutie en de afloop van de Napoleontische tijd, na 1815 dus, zien we dat in Europa de macht weer weg wordt gehaald bij de bevolking en overal weer de oude adellijke en vorstelijke families op de troon komen. In Nederland bijvoorbeeld wordt de zoon van de laatste stadhouder die verjaagd is met die Bataafse revolutie, de nieuwe koning van het Koninkrijk der Nederlanden. De macht van de vorsten wordt dus gerestaureerd. Is er dan helemaal niets veranderd in Europa na 1815? Hebben die democratische revoluties nergens voor gezorgd? Jawel, er zijn wel degelijk zaken die anders zijn gebleven. De standensamenleving zoals we die kenden, zoals die ook in tijdvak 7 werd beschreven in die video van het verlichte absolutisme, die is verdwenen. De bevolking is niet langer ingedeeld in verschillende standen waar je eigenlijk niet uit kon komen, die verschillende voorrechten en verschillende plichten hadden. Nee, door die Franse Revolutie is de standensamenleving afgeschaft. Daarnaast zagen we ook dat in tijdvak 8 de industriële revolutie opkwam. En daardoor ontstond er een nieuwe groep in de maatschappij, de arbeiders. Dat werd de arbeidersklasse. En bovendien zagen we dat er door die industriële revolutie ook een groeiende kloof tussen arm en rijk kwam. En uit deze twee gegevens, het afschaffen van die standensamenleving en het ontstaan van die arbeidersklasse, ja, daaruit ontstaat ook een nieuw type samenleving. In plaats van een standensamenleving is er nu een klassensamenleving. En je ziet dat ik ook zo'n klassensamenleving met behulp van een visserkom heb aangegeven. In een standensamenleving bepaalt je afkomst tot welke stand je behoort en dus welke rechten en plichten je hebt. En je kunt niet ervoor kiezen om naar een andere stand toe te gaan. In een klassensamenleving is dat anders. Daar is sociale mobiliteit wel mogelijk. De grootste vissen, bovenin de kom, dat zijn er maar heel weinig, maar die hebben het meeste macht, het meeste geld, het meeste aanzien. En de kleine vissen, onderin de kom, en dat zijn er veel meer, die hebben de minste macht en het minste aanzien. En dus ook het minste inspraak. Maar jij kunt je als klein visje wel opwerken in die viskom, net zo goed als dat je als grote vis af kunt zakken tot lager in de kom. Dat is sociale mobiliteit, die is in een klassensamenleving dus wel mogelijk. Even anders verbeeld dan in een vissenkom zo'n klassensamenleving, we pakken er even iets bij wat de verhouding in een bevolking altijd goed weergeeft, een zogenaamde bevolkingspyramide. Die klassensamenleving bestaat uit drie klassen, zoals je hier al ziet. Bovenaan dus nogmaals de mensen met de meeste macht, met de meeste invloed, onderaan een grote groep mensen met weinig invloed. Welke klassen zijn er dan in die industriële klassensamenleving? Bovenaan vind je de oude adel plus de gegoede burgerij, dat zijn de rijkste mensen. Dan heb je een zogenaamde middenklasse, ook wel de kleine burgerij genoemd. En onderaan een hele grote groep van arbeiders, de arbeidersklasse. En die arbeiders, die kun je ook weer onderverdelen in twee groepen eigenlijk. De geschoolde arbeiders en de ongeschoolde arbeiders. De geschoolde arbeiders die hebben nog een opleiding genoten, die krijgen daardoor ook meer uitbetaald en die hebben dus een grotere kans om zichzelf op te werken. De ongeschoolde arbeiders zijn de mensen zonder opleiding. Die doen dus ook het gevaarlijkste en slechtst betaalde werk. Maar nogmaals, in zo'n klassensamenleving liggen die grenzen niet vast. Je kunt jezelf opwerken tot een hogere klasse, of je kunt er in ieder geval voor zorgen dat jouw kinderen in een hogere klasse terechtkomen. Sociale mobiliteit. En voor die verschillende klassen komen ook verschillende politiek-maatschappelijke stromingen op. Hier noem ik ze alleen even, en in aparte video's ga ik dan even op die verschillende stromingen in. De eerste stroming die voorbij komt is het liberalisme, die vooral opkomt voor de burgerij. Een tweede stroming is het nationalisme, die haar aanhangers ook vooral vindt, onder de burgerij. De derde stroming is het socialisme, die juist opkomt voor de arbeidersklasse. Dan hebben we nog het confessionalisme, dat is op basis van een geloof, en dat zit eigenlijk door alle klassen heen. En als laatste hebben we nog het feminisme, een stroming die opkomt voor de rechten van de vrouw, en die vindt vooral haar aanhangers onder de vrouwen van de burgerij. Nou, nogmaals, deze stromingen gaan allemaal apart behandeld worden in korte video's. Dit was alleen even een introductie.